Het is niet zozeer dat we hier weg willen of zo, maar het is gewoon van, ja, gewoon kijk naar de realiteit. En hier spreekt iets tot ons van, hier is geen toekomst. Ik vind mij veel te oud om op Schiermonnik Oog van de grond af aan opnieuw te beginnen. Dus het is allemaal, de boerderij is afgesloten. Dus het staat allemaal een teken van afbraak, verlies, rouw, afscheid. En dat gaat me wel aan het hart, ja. Om te leven moet je ook kunnen sterven. Soms moet er iets heel rigoureus afsterven, ja. En ook al doet het pijn, het zijn misschien geboortepijnen van nieuw leven. Wat zou de optimale situatie zijn voor ons om monnik te zijn? Is dat niet hier, moet het ergens anders zijn? Dat kon alle kanten opgaan. Die overgang is nu totaal. Van dit hier, een 100 jaar gevestigde abdij in een streek waar de bevolking ons ook kent van haven tot gort. En daar ginds naar Schiermonnik Oog, waar je van de grond af aan moet beginnen. Hoeveel broeders gaan er uiteindelijk mee? Dat is ook nog niet helemaal. Er zouden nog eens een paar kunnen afvallen. Dus de toekomst is gewoon onzeker nog. Met feit alleen al dat we er zijn. Als bomen die vele eeuwen in de natuur staan. Waarvan je sommige bomen ook kunt afvragen, wat heeft nou het nut? Zo staan het monnikenleven ook. Geheel verdwijnen zal het ook niet.